is het nieuws uit de regio. Gastel werd afgelopen zondag volgens jaarlijkse traditie uit bed geblazen door blaaskapel Excelsior. Zondag werd in Budel de wedstrijd SV Budel tegen Maarhezen gespeeld en werd het 1-1. Deze week zendt Horizon Televisie een uitgebreid verslag uit van deze voetbalderby. In Zoerendonk kreeg FC Kranendonk 1 afgelopen zondag GKC 1 te gast. GKC 1 tegen FC Kranendonk 1 werd 0-1. Zondag vond in Gastel een prachtige toerrit plaats voor ruiters en aanspanningen. Zo, ja, zie. Bezoekers en deelnemers genoten van het prachtige schouwspel van langstrekkende paarden en aanspanningen. Op zondag 1 mei vond in Waalre de Wolderse braderie plaats. Na alle kou van de afgelopen weken genoot iedereen van de warmte en de zon. Wij namen een kijkje op de kindervrijmarkt op het Gildeveldje. Wilt u misschien een heel prinsessenpakket kopen voor een nieuwe kamer? Of poppen? Poppenkast, poppen? Gooi je voor 20 cent, gooi het dat je raak gooit, altijd prijs. Ik heb in totaal, wat ik weet, 75 euro al. En ik heb een hijskraan verkocht, een spelletje en nog een paar andere dingen. Wij hebben een paar dingen zelf gemaakt en we hebben ook best wel veel boeken. Okay. Een nagellak, ja, en sieraden. We hebben al heel veel kwijt. En kan je mij vertellen hoe jij die spullen hebt verkocht? Ja, als mensen dan kwamen kijken en zo, en die vroegen dan hoeveel het was, en je zag ze dan al twijfelen over de prijs, dan ga je die prijs lager maken, zodat je het verkoopt en zo. En voor de rest zit je er gewoon te wachten tot er mensen langskomen. Wij hebben een gabbelton gemaakt en daar zitten heel veel spullen in en daar hebben we dingen uitverkocht. We hebben een fietshelm verkocht, een kinderverhogingstoeltje, een boek en nog twee boeken en twee filmen. Dan blijft hij niet vastzitten. Kunnen we wel weer terug? En dat was het. De zaken liepen goed. Veel plezier ermee. Heb je mooie spulletjes hier gekocht vandaag? Ja. Wat heb je gekocht? Deze bal. Oké. Deze, hier kan je zien waar Nederland op staat. Als het live is. Ik ben samen met een paar vrienden zijn we aan het kijken en sommige spulletjes kopen, zeg maar. Allemaal dingen die we leuk vinden zo. En wat heb je al gekocht? Nou, ik heb deze doos met auto erop gekocht. En die heb ik aan iedereen zitten uit te delen, wat iedereen die wil en zo. Ook kinderen van de springkussen. En we hebben ook een paar armbandjes geruild voor een paar van deze en zo. Dus ja, het is heel gezellig. Ik mocht grabbelen en toen heb ik een armband gegrabbeld. En wat vind je er zo mooi aan? Nou, dat hij glinstertjes heeft en diamantjes. Okay. En je denkt dat het jou wel mooi staat? Ja. Yeah.
Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. Maar de meeste kinderen gaan hun geld niet zomaar uitgeven. En wat ga je met het geld doen? Dat weet ik nog niet. Sparen, denk ik. Ja. En wat ga jij met dat geld doen? Dat weet ik nog niet. Maar eerst verdelen met mijn broer.